Goed. Ja. Goed. Even. Hoeveel heb ik? 3 minuten? Heb ik 5 minuten? Heb ik 20 minuten? Ik heb een half uur. Oké. Nou, dan ga ik mijn jas uittrekken. We moeten dan echt over iets hebben. Nou, mijn naam is Thomas Rauw. Ik ben van huis uit ben ik eigenlijk kinderverzorger. Dan heb ik een dansopleiding gedaan. Nou, uiteindelijk in de architectuur terechtgekomen sinds 20 jaar. 20 jaar geleden begonnen met een heel groot handicap. Zeg, nou, we hebben een heel groot handicap. We kunnen alleen maar duurzaam bouwen. Geen idee hoe je niet duurzaam kunt bouwen. Nou, blijkbaar zijn er een heleboel mensen die daar ontzettend vakbekwaam in zijn om te weten hoe moet je nou niet duurzaam bouwen. Nou, we hebben al een NVO in Nederland. Nou, dat is ook voor de gekken dat we zoiets hebben. Hoe kom je nou daarbij om niet NVO te zijn? Nou, maar goed, dat weten allemaal andere mensen. Daar gaat het even niet over. En ik ben ook een CEO van Tour. Daar gaat het vandaag een beetje over. Laten we daar even mee beginnen. Kijk, je hebt allerlei politici die of verlicht zijn en bij Greenpeace waren en dan in de politiek zitten en maar 400 miljoen voor duurzame energie hebben. Of je hebt minister-presidenten die niks van duurzaamheid weten en dan nu bij Ernst & Young werken. Of je hebt Amerikaanse presidenten die niks doen en dan met een film door de hele wereld chasen en iedereen te overtuigen dat we het anders moeten doen. Dus de politici die of te vroeg of te laat verlicht raken, daar hebben we eigenlijk helemaal niets aan. Maar ik wil toch met eentje beginnen die dus heel interessant was, en dat was Kennedy. 12 september 1962 zei hij namelijk iets. Dames en heren, we gaan iets doen niet omdat het makkelijk is. We gaan iets doen omdat het moeilijk is. Geen idee wat het kost, hoe we daar moeten komen, of het mogelijk is, wat de Tweede Kamer daarvan vindt, wat Brussel daarvan vindt. Dames en heren, we gaan het gewoon doen. Daar gaat het toch over. Formatie, wat hebben we nou met die formatie, met het regeerakkoord? Ik lees alleen maar getallen, maar waar wil Nederland over 7 jaar staan? Waarvoor doen we dit eigenlijk? Welke toekomst bieden we de mensen die gebonden zijn aan dit land? Nou, niks van te lezen. En zoals Herman Wijver zei, van formatie heeft iets met vooruitzien te maken. Dus ja, wat heb je nou gezien? Blijkbaar niet het licht, want anders had je dan een regeerakkoord geschreven. Nou, Kennedy die zei van dit gaan we gewoon doen. 7 jaar later, die Russen die hebben dat voor gehoord. Nou, die zeggen wie wil naar boven? Nou, geen hond die naar boven wil. En zij hebben die hond gestuurd. De Amerikanen, die hebben echt niet opgestuurd. En die William Enders, nou die sukkel, die kijkt gewoon uit het verkeerde raam, stond niet in het draaiboek. En hij ziet dit. Voor het allereerst in de mensheidsgeschiedenis ziet een mens de planeet Aarde en kan een foto maken. Dit is het eerste foto dat door een mens gemaakt is van de planeet. Ja, met alle respect, maar waar u op vakantie bent. En wat u nu ziet is, kijk, daar komt gewoon niks meer bij. En wat zijn we aan het doen? We zijn druk bezig om dat ding af te halen. Afvalverbranding doen we, dat is al van de gekken. Direct gaan verbieden. Dan gaan we nog groene stroom noemen ook wat eruit komt. Nou, we zijn helemaal van de pot gerukt, dames en heren. Dit is het. Er komt gewoon niks meer bij. Alleen, we zijn bezig om daar iets van af te halen. De Grieken waren hier, de Romeinen waren hier. Nou, u bent daar, u komt met niks, u gaat met niks. En daartussendoor Ferrari, leaseauto, maatpak, nou weet ik wel allemaal, u neemt niks mee. Daar gaat het over. Guided by the future. Dus niet wat is mogelijk, wat kunnen we nu financieren, vind ik allemaal leuk. Maar ik ben geïnteresseerd, waar willen wij naartoe? Waar willen we over 7 jaar staan? Dit is toch de vraag. Nou, ik ben ook een architect, dus ik ga niet al die gebouwen toelichten, maar ik laat u zien van ja, energie-neutraal WNF 2006, 1 jaar lang persinbaar, mochten we het niemand over hebben. Ze waren als de dood. Dat de sponsoren zouden horen dat de WNF zich zo'n luxueus gebouw ging veroorloven. 6 jaar geleden. Nou ja, hoezo? Duurzaam bouwen duurder. Iemand die zegt dat duurzaam bouwen duurder is, heeft of geen verstand, of geen ontwikkelaar. In de meeste gevallen is die allebei. Dit is gewoon een school. Normaal schoolbudget, die verdienen 130.000 euro per jaar. Ja, heel simpel. Kijk, u ziet hier, kijk, sommigen kijken heel verbaasd, wat krijgen we nou? Maar u ziet hier, vanavond gaat u naar huis. Sommigen gaan mediteren, sommigen nemen een borreltje, anders gaan televisie kijken, anderen maken ruzie. Maar in ieder geval, u gaat dan naar bed. En dan bidt u toch in volle verwachting, heren, moet ik nu zeggen, dat u wakker wordt, dat u gezond bent en dat u fris bent. Toch? Hoe komt dat nou? Wie maakt nou mogelijk dat u morgenochtend fris bent? Wie gaat u opladen? Welke bank heeft dat gefinancierd? Met welke vinger hebt u in de stopcontact gezeten en schoon de groene stroom getapt?
dames en heren, dit gebeurt 7 miljard mensen per nacht. Dit is gewoon de energiebron. De vrijheid van de mens, daar gaat het over. Nou, kijk, die kinderen gaan min of meer uit vrijheid hè, naar school, dat moeten we toch even toegeven, maar zij verdienen 130.000 euro op jaarbasis. Dit gebouw werd dit jaar opgeleverd, energiestroom volgt mensenstroom. Waarom gaan we dan ruimte conditioneren als er niemand is? In bijna alle gebouwen conditioneren we de ruimte voor de ruimte, maar niet voor de mens. Hier wordt alleen maar dan die ruimte conditioneerd als er ook een mens is. Ik ben zeker dat op de kantoor van u, waar u nu niet bent, daar wordt zeker die ruimte geconditioneerd. Daar wordt zeker geconditioneerd, ondanks dat u er niet bent. Nou, 60% energie besparen. Energiepositief gebouw. Ontwikkelaar is eigenaar en gebruiker. Dat hebben we natuurlijk nodig, want we hebben geen ontwikkelaars nodig, maar we hebben rentmeesters nodig. Nou, geen wonder dat daar geen geld mee is voor vastgoed, dat begrijp ik maar goed. Energiepositief, 251.000 kilowattuur per jaar, maar waarom dan zo exact? Ja, dat komt door de Europese wetgeving. We hebben daar een heel mooi Duits begrip voor. Dat zal ik even zonder accent denk ik even noemen. Het Energie-Einspeisrückvergütungsgesetz. Dus met andere woorden, als je stroom maakt, kun je ook een netpomp, je krijgt het vergoed. De Fransen vonden het allemaal leuk, zeggen ja, maar weet je wat, bij ons moet je minimaal 250.000 kilowattuur hebben. We hebben nog een atoomlobby. Dus met andere woorden, we willen niemand in ons net hebben, dus we maken hier 251.000 kilowattuur. Hoofdkantoor van Alliander. Wordt een verbouwtraject. We zijn ook bezig met het hoofdkantoor van de Triodosbank. En nog even over het groene financieren. We hebben, dat gebouw heb ik hier even niet meegenomen, denk ik. Nee. Maar we hebben dus een gebouw gemaakt. Nou, er zit alles in wat je kunt bedenken. Zeker niet certificeerd. We gaan geen enkel gebouw certificeren. Ik wil u eindigen, als u echt een goed gebouw wilt maken, geen LEED Platinum, geen BREEAM Outstanding, geen Greenpoint boven de 1000. Dat worden waardeloze tenten. Dat zijn allemaal van de duurzame condomen die we krijgen om het zogenoemd comfortabel te voelen. In Engeland worden de certificaten al verboden. Als u een goed gebouw maakt, scoort u altijd goed in de certificaten. Maar als u een gebouw maakt langs de certificaten, wordt het gewoon slecht gebouw. Nou, we hebben het omgekeerd gedaan. We zijn naar de bank gegaan. We willen groene financiering hebben. En hij kijkt me helemaal niet aan. Groene financiering hebben. En dan kom ik bij die bank. En dan zegt hij, ja, spijt me zeer, maar dat gaan we niet financieren. Ik zeg, hoezo? Ja, hij zegt, we hebben even gekeken. Ja, mooi, maar u gebruikt geen FSC-hout. Ik zeg, FSC-hout? Wie gebruikt in hemelsnaam nog FSC-hout? Dat is al 20 jaar geleden. We nemen Nederlands populierhout, bakken, stomen, huppakee. Nee! Het staat bij ons in het reglement, als u geen FSC-hout gebruikt, krijgt u geen groene financiering. Geen groene financiering. Bijna alle gebouwen van ons zijn niet door banken gefinancierd. Natuurlijk niet. Weet je wat een bankmedewerker tegen mij zei trouwens niet? Geen collega van u. Die zegt van meneer Rauw, kijk, als we nou geld stoppen in het nieuwe vastgoed, en we hebben zoveel geld gereserveerd in het oude vastgoed, dan wordt het nog steeds sneller minder waard. Dat gaan we dus niet doen. Nou, wat wij dus geconstateerd hebben, omdat we al 10 jaar bezig zijn gebouwen te maken die volgens de wetgever voldoet aan de eisen van 2074, dat we geen energieprobleem hebben. Nooit gehad. Dit is gewoon een sprookje. Een fantastische lobby die gaten in de grond boort, die zwarte soep eruit haalt en een bordje erop zet. Ja, kijk, dat kan ik ook. Ik kan ook kapitaliseren wat niet voor mij is, wat voor de buurman is. Kijk, als ik de Ferrari van de buurman verkoop, dan ga ik ook geld verdienen. Ja, maar hij heeft het betaald. En hij is hem kwijt en ik heb mijn geld. En zo werkt het een beetje. Wat we dus doen is, we gaan de economie, we gaan de ecologie economiseren. Dit is wat we doen. Roofbouw, dames en heren. Roofbouw, we gaan er weg. Wat eindig is, wat we nooit meer terugkrijgen. Wat we moeten doen is de economie economiseren. Dingen in balans brengen. Oogsten. We moeten zaaien en oogsten. En we hebben alleen maar geoogst, nooit gezaaid. Nou, vandaar dat die akker is geleegd. Die tractoren, die komen allemaal terug. Er zit dan gewoon niks meer op die aanhanger. Nou, geen wonder. Als je niet zaait, krijg je ook niks. Energieproblemen hebben we al lang achter ons gelaten. Maar we hebben natuurlijk wel een energievraag. Natuurlijk. En daar is ook niks mis mee. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben niet op aarde gekomen energie te besparen. Nou, alles behalve dat. Ik ben op aarde gekomen om een biografie vorm te geven. Om dat te achterkomen naar wat ik nou voor een raar mens ben. Nou, daar ben ik dus druk mee bezig. En u begrijpt, dat is een dagtaak voor mij. Ja. Om daar achter te komen. Maar dit is het probleem wat we ook zien. Er zijn nog andere problemen, voedsel, water. Maar ik wil het even met u over het grondstof hebben. Dit is echt een heel erg serieus probleem. En daar moeten we gewoon iets aan doen.